De functie van governor van de centrale bank is een hele grote uitdaging. Woorden van de nieuwe governor van de moederbank, Robert van Tricht, die vanmorgen is ontvangen door staf en personeel van de bank. Van Tricht is aangesteld nadat Glenn Gersy werd ontslagen als governor op 12 februari. Waarnemend governor Ingeborg Geduld Nijman heeft de leiding bij procesverbaal aan Van Tricht overgedragen. Ze blijft directeur toezicht kredietwezen. Naast Geduld Nijman zijn de twee andere directieleden William Ory, directeur monetaire en economische zaken, en Michael Soeknanden, directeur bankbedrijf en bankaire zaken. De nieuwe governor is vanmorgen benoemd. Van Tricht zegt dat hij ready is om samen met zijn team de komende uitdagingen aan te gaan. Wat dat betreft, binnen de bank ben ik er heilig van overtuigd dat we de uitdagingen die ons tegemoet komen absoluut aankunnen in deze. Wat ik met u wil afspreken vandaag in ieder geval is dat we binnen 2 weken absoluut met u in contact zullen treden om wat nader in te gaan. Maar u moet mij even de gelegenheid geven om met het team, zoals we dat ook hebben afgesproken, door alle elementen en alle uitdagingen in kaart te brengen, zodat ik wat dat betreft goed geïnformeerd met u verder kan. Dus in deze zou ik zeggen, ik ben er een van dialoog. Ik ben er eentje die wat dat betreft erg transparant voor diegenen die me kennen en weten wat we al hebben gedaan voor het land Suriname. Daar gaan we voor, want dat is ik als patriot van Suriname. Dat is één waar ik een voorbeeld in wil dienen. En in dat gedeelte wil ik dat samen met u doen. Tot zover Robert van Tricht, de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname. Hij sprak vanmorgen na zijn benoeming de pers toe. De persmeeting vond plaats in de vergaderzaal van de Centrale Bank.